Hallo, mijn naam is Oer Tjitte. Ik ben de lijsttrekker van lijst Tjitte. Ik ben geboren en getogen in Almelo, woonachtig in het Nieuwstraatkwartier. Geboren en getogen ook in het Nieuwstraatkwartier. Ik ben de afgelopen 12 jaar al raadslid voor Almelo. Ik zou het ook nog heel graag een periode voort willen zitten. En we zien op 16 maart, 17 maart of het me gaat lukken. En of we doen aan lijstuitbreiding, zetelsuitbreiding. Of dat ik weer in mijn uppie Almelo mag vertegenwoordigen. Maar we gaan natuurlijk voor meerdere zetels, zodat we ons beter kunnen inzetten voor Almelo en Almeloers. Wat is onze prioriteit? Onze prioriteit is zorg voor ons ouderen en voor jeugd. Sinds de transformaties van 2015 hebben we enorme verantwoordelijkheid bijgekregen. Afgelopen collegeperiode was meer bezig met geld dan zorg. Zorg voor mensen is dermate belangrijk in mijn ogen dat het belangrijker is dan infrastructuur. Belangrijker is dan riool. Belangrijker dan alles wat we tot nu toe hadden. Een mens die al 60, 70, 80 is. Of een mens die gehandicapt is. Daar moeten we als een rijk land, als een rijk stad goed voor kunnen faciliteren. Dat is mijn prioriteit. Zal ook altijd mijn prioriteit blijven. We moeten kijken hoe het menswaardig opgelost kan worden. We hebben bepaalde middelen. Het kan, maar het moet beter. Mensen die in de bijstand zitten, participatiewet, zij moeten niet gezien worden als een last. Niemand gaat voor zijn plezier in de bijstand. En ja, wij moeten faciliteren om die mensen zo snel mogelijk weer in het arbeidsmarkt te krijgen. Maar als het niet kan, moeten we ze niet gaan pesten. Moeten we ze faciliteren. Cultuur is belangrijk voor elke stad in Nederland, ook voor Almelo. We moeten hoog en laag cultuur faciliteren. Een bibliotheek, wat belangrijk is voor laaggeletterdheid. Laten we zien hoe de laaggeletterdheid afgelopen 10 jaar is. Hoe belangrijk is een cultuurinstantie als bibliotheek in Avedan? Waarborgen, faciliteren, subsidiëren, maar wel met eisen. Het moet niet zo zijn dat we met geld strooien en dat we er niks voor terugkrijgen. Nee, wij moeten als samenleving en stad eisen stellen en we moeten daarvoor ook waardig cultuur voor terugkrijgen. Infrastructurele aanpassingen. Het moet niet alleen binnenstad van Almelo zijn, maar ook mijn eigen wijk, Nieuwstraatkwartier, Kop van Nieuwstraatkwartier, Osselkoploerhoek, Kerkelanden. We moeten faciliteren. We moeten bestaande woningen verduurzamen. Mensen moeten niet in een energiearmoede vallen. Dat zijn de prioriteiten wat afgelopen jaren voor ons belangrijk waren. En dat zal ook de komende periode een van de belangrijkste punten zijn waar lijst Tjitte zich zo gaat inzetten. Dank u wel. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Natuurlijk moet er geïnvesteerd worden, blijft geïnvesteerd worden in de binnenstad. Niet alleen in het winkelgebied, maar in het volledige binnenstad. Vooral het Grote Straat is nog steeds een doorn in het oog voor ons ook. We moeten meer terug naar het kern. We moeten het infrastructuur van de Grote Straat ook dermate aanpassen dat er meer wonen is in het Grootstraat en in het kern meer winkelgebied. We moeten af van leegstand, we moeten Grootstraat met het huidige binnenstad weer krachtiger maken. Het is al mooi, maar het kan nog steeds mooier. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Hier kan ik geen ja of nee zeggen, want het is afhankelijk van hoe het wordt ingevuld. Als er op de XL Business Park werkgelegenheid wordt gecreëerd, wat ook toegevoegde waarde heeft voor Almelo's samenleving, dan zou ik zeggen ja. Maar ik ben er niet een voorstander van dat wij 140 hectare volbouwen met dozen waarin 3 of 4 mensen werken. Of dat wij XL Business Park bouwen en meer arbeidsmigranten naar Almelo halen, terwijl wij daar geen faciliteiten voor hebben. Zoals wonen, zorg, etc. Ja of nee, mits. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Ik ben altijd een voorstander van verduurzaming van Nederland en van Almelo, maar om het specifiek alleen maar op industrieterreinen of grote windmolenparken of grote zonnepanelenparken te maken, daar ben ik een tegenstander van. Voor mij ligt de prioriteit bij diegenen die het echt nodig hebben. Er is een enorme energiearmoede in Almelo. Ik zou pleiten voor alle huizen wat minder dan 150.000, 200.000 euro minder waard is, dat zij de zonnepanelen krijgen. Zodat ook onze samenleving, onderkant van de samenleving, kan profiteren van duurzaam politiek. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen.
Eén gaat niet zonder het ander. Het is natuurlijk ook voor mij altijd een prioriteit geweest om voor iedereen een beschikbare woning te hebben. Maar op het moment dat de thuizenmarkt zoals nu, afgelopen tijd, helemaal de pan uitreikt, een gemiddelde huis niet minder dan 2,5 ton kost, moeten we meer kijken naar hoe we onze jeugd in de toekomst ook kunnen faciliteren. Ze zitten nu al met een enorme schuld, studieschuld. Hoe kunnen zij straks op een waardige manier in Almelo wonen? Sociale huurwoning, ja, ook waardig, energie-neutraal. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Er mag geen stad in Nederland zijn die geen bijdrage levert aan cultuur. Wat is cultuur? Is cultuur theaterhotel of is cultuur bibliotheek? Is cultuur stadsmuseum of is cultuur Avedan? Cultuur is waar er behoefte aan is. Een stad als Almelo heeft zeker behoefte aan een cultuur. En we moeten niet zozeer kijken naar de middelen wat cultuur kijkt, maar wat voor het voortbloeien is uit cultuur, waardoor de mensen van Almelo hoog, laag, rijk, arm gebruik van kunnen maken. Absoluut wel. Een land, een stad als Almelo kan en mag niet zonder cultuur.